De gemeente heeft besloten het aantal ligplaatsen in de woonschepenhaven niet te verminderen. De stijgers, de kades en de riolering van de woonschepenhaven moeten worden opgeknapt. De gemeente wilde die gelegenheid aangrijpen om de schepen te verleggen. De afstand tussen de woonschepen moest groter. En dat betekent dat er minder plaats is voor woonschepen. Het overleg over de hoeveelheid plaatsen leidde niet tot overeenstemming met de bewoners. De gemeente maakt nu pas op de plaats. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest, gesprekken met bewoners, onderzoeken gedaan om de aanbesteding voor te bereiden. En die willen we in het najaar doen. Want het project moet natuurlijk gewoon doorgaan. Maar we hebben wel geconstateerd dat we erg veel discussie met de bewoners hebben over de nieuwe lichtplaatsindeling. En daarom hebben we besloten om de lichtplaatsindeling te houden zoals die is. Dat betekent dat de boten na de revitalisering gewoon op dezelfde plek weer terug kunnen keren. Zodat we voorkomen dat die hele discussie de noodzakelijke revitalisering in de wielen rijdt. De verhouding tussen de gemeente en de bewoners is al jaren moeizaam. Laat ik het zo zeggen dat dit project heeft een hele lange aanloop gehad. We zijn al meer dan 10 jaar bezig met plannen maken over de revitalisering van de woonschepenhaven. Dat heeft over en weer, in ieder geval ook bij de bewoners richting de gemeente, wel wat sceptisch veroorzaakt. We praten al zo lang, wanneer komt het nou eens echt van? Dus ja, die verhouding is niet altijd even gemakkelijk. Aan de andere kant is het ook zo, die revitalisering is noodzakelijk. We hebben daar nu geld voor gereserveerd als gemeente. Het is noodzakelijk om die rioleringen aan te leggen. Het is noodzakelijk om te saneren. En het is ook noodzakelijk om de stijgers op te knappen. Dus dat gaan we nu ook doen. Als alles goed gaat, is de renovatie van de woonschepenhaven klaar in 2015.